Elias, waar zijn we hier? We zijn hier op het verlaten station Lelystad Zuid. En het is hier een virtuele tentoonstelling te zien van foto's die mensen hebben gemaakt. 18 genomineerde fotografen die zijn virtueel via de iPad of de smartphone zijn de foto's te bezichtigen. Dat is ontzettend leuk, hè? Het is een mooie foto. Maar daar heb je dus de trap die we er net op verschillende foto's zagen. Oh ja, ja, die wordt veel gefotografeerd. Je kan met je smartphone kan je op deze palen mikken. Je ziet daar foto's verschijnen. Ik ga er rustig. Oh, dan ik heb het straf twee keer tijd. Even kijken wat er hier te zien is. En hoe kom je hier? Je komt hier met de bus. Dit is een route. Sorry, dat gaat. Het is een station, hè? Ja. Dus er rijden treinen voorbij, maar die stoppen niet. Maar bus wel. Ja. Dus de bus van georganiseerd door het Open Monumentendag, die doet ook deze locatie aan. Dit is een van de inzendingen. Oké. Okay. En het leuke is ook nog dat je kunt stemmen, de beste. Er stond hier ook een foto, maar omdat hij iemand overheen heeft gespoten, Roes Voetdoor staat er nu overheen, is hij niet meer herkenbaar en is de foto verdwenen. Ja. Ik schat in dat over een jaar eigenlijk deze hele tentoonstelling weer verdwenen is. Lelystad heeft natuurlijk niet zo heel veel hele oude monumenten, maar deze locatie is in 1988 gebouwd met de aanleg van Lelystad en Almere. Maar het is nog nooit in gebruik genomen. Dus ja, is het een monument of niet? Het geeft in ieder geval een tijdsbeeld over ontwikkelingen die in de jaren 80 zijn ontstaan met het aanleggen van de trein. En de ideeën van dat hier al een stadskern van Lelystad zou zijn. En dat is er nog niet. Okay. Maar wel in aanbouw.